mensen, top dat jullie weer kijken. Vorige keer hebben jullie gezien dat we de voorwielophanging van onze buggy helemaal aangepast hebben. Maar achter moet ook nog het een en ander gebeuren. Want kijk wat voor wielen dat we hier hebben. Tractorwielen. Vet. Maar ja, die kunnen er niet zo 1, 2, 3 op natuurlijk. Daarvoor moeten we nog een eindvertraging maken. We hebben hier allerlei mooie spulletjes van Indie voor besteld. Kijk hier, kettingwielen, kettingen. Maar ja, als we dan toch zo grondig aanpakken, dan moeten we het nou ook wel helemaal perfect maken natuurlijk. We willen het motorblok nog een beetje gaan opschuiven, zodat de aandrijfassen allemaal even lang worden. Kijk, want het is nu, we hebben hier een korte aandrijfas. En aan deze kant een lange aandrijfas. Ja, en die homokineten, die koppelingen, die kunnen maar een aantal graden verdraaien. Dus als die as korter is, ja, dan moet die een grotere hoek maken. Dus dan zijn we beperkt in de slag. Dus als we nou zorgen dat die mooi in het midden zit, dat die assen even lang zijn, nou, dan hebben we de maximale veerweg die we kunnen halen natuurlijk. Die hebben we niet meer nodig. Moet je kijken. En dat wiel was eigenlijk al best groot. Kijk dan. Zo zijn de wielen onder de meeste normale auto's. En dit waren de achterwielen van de buggy. Die zijn al best wel groot. Maar dit is natuurlijk wel ook weer een maatje groter. Dat was de achteras. Dat was het dan, ja, met de kever achter de brug. Daar liggen ze. Oké, laten we deze zooi wegtassen en dan de motorblok dadelijk los gaan slijpen. Daar gaan we er maar uit, hoor. Ja, die motor hadden we niet verloren, denk ik. Zoals we net al hadden verteld, willen we het motorblok gaan opschuiven. En ja, als we natuurlijk al die motorsteunen losslijpen, dan knikkert dat ding op de grond. Niet erg handig. Er staat wel een krik onder, maar ja, dat is ook niet alles. Dus hebben we nou hier met twee spanbanden opgehangen. Dus we gaan het nou losmaken. Dan blijft hij mooi hangen. Dan kunnen we hem naar zijn plek toe schuiven en terug vastlassen. Wel goed volgens mij. Kijk, hier is zo het midden volgens mij. Ja, zo tussen twee aandrijfassen in, zo. Hij zit er weer in. Hij hangt alweer aan een paar steunen vast. Nou, hij zit alweer vast hoor. Ja hoor. Hij wiebelt niet meer. Ik ben ondertussen voor al bezig om de pedalen weer terug vast te maken. Hier helemaal afwerken, ja, en dan is het de wielophangingen nog maken, maar dan moeten we nog even wat onderdelen voor hebben. Heb je vertrouwen in je laswerk? Ja, wat denk jij dan? Nou, laten we die bandjes dan maar afhalen. Komt ie. Oh jee. Ah! Bewoog ie? Er gebeurde niks. Ja, hij ligt er strak in, hoor, die motor. Dus dit is goed. Kraagje waar ons lager tegenaan kan dragen. Verse gesneden onderdeeltjes. Kijk hier dan. Flenzen voor de wielen. Zo, laten we maar meteen even kijken of het past. Even kijken. Kijk, als het goed is, past dit daar overheen. Nou, ik zal hem er niet vast opkloppen, want dan ruim ik hem er dadelijk niet meer af. Nou, om te voorkomen dat die plaat scheef gaat. Kijk. Zo.
Ja, dit is voor de bevestiging van onze achterassen, want we hebben namelijk twee achterassen. Kijk, hier komen bouten door en dan kun je hem straks stellen. En dat is nodig om de ketting te spannen. Hier moet het komen, hè? Denk wel. Het is een echt monstertje aan het worden, hè? Zo, de kanonen. Moet je zien. Oké, laten we ze gauw rondknussen. Dit begint al wel ergens op te lijken, hè? We hebben hier een sterke triangel gemaakt. En aan deze kant van hetzelfde. En die gaan dan hier naar een framepje waar we ook nog een extra kruisje in hebben gemaakt. Zodat die niet, niet schuin gaat. Want ja, als dat wiel natuurlijk een zijlinkse belasting krijgt, dan wil heel dat ding gaan torsen. Dan gaan we vanaf hier gaan we met een schokbreker en een veer gaan we daar naar het frame toe. Kijk, zo komt zo het moet dan. Dat komen, ja. Ja, perfect. Hier komt straks het grote tandwiel nog opgeschoven. Daar komt een kleine tandwieltje. Ja. Daar zo. Zo. Moet je kijken. Ja, die polenvrijheid die is echt extreem zo. Moet je zien. Diesel kan eronder doorlopen. Ja, wou ik zeggen. Die past. Kijk dan hier. Daar staat diesel. Daar is de buggy. Zie je dat? Dat is zo hoog. En diesel is zeg maar, kijk dan. De maat is gewoon diesel. Kijk, ja, hey, hier. Hoppa, hij loopt er onderdoor. Ja hoor. Ja, zo bedoelen wij dat. Kijk. Zonder problemen. En dan weet je dat je terreinvoertuig hoog genoeg is. Als je hond er onderdoor kan lopen. En dan moet je wel een herder hebben. Want als je chihuahua hebt, dan ben je gewoon een mietje. Schitterende veerschotel, nou, die komt dadelijk hier. Dan gaan we hier zo tegenaan zetten. Dan gaan we hem daar tegenaan lassen. Dan moet ik even een beetje een kantje omheen om hem op te sluiten. En dan kun je hem op zijn wielen zetten dadelijk. Nou, het moment van de waarheid, hè? Hij heeft geen geduld meer, hij gaat het testen. Ja. Oké. Ik kom mijn werkje. Zie jij wel? Oh, ik hoor een krakje. Kijk hoe mooi. Wat verdomme. Ja, dit is toch bruut, man. Dit is ik vind het wel prachtig, hoor. We hebben gewoon op de gok gewoon de lengte van de veerpoten zo eigenlijk gewoon goed gedaan. Nee, dat is niet op de gok. Nee, dat jij broken. Nee, ik heb dat geroken. Ja, ja. Totaal ja. Moet hij. Jij broken aan die veerpoot. Ja. Dit gaat werken. Ja, we hebben even staan kijken, want we hebben nou een probleem, ons frame torst nog te veel. Dat hadden we eigenlijk al wel verwacht natuurlijk. Het probleem daarvan natuurlijk is dat die achterbrug die gaat buigen. En dan zitten onze kettingwielen niet meer recht tegenover elkaar. En ja, als dit echt zwaar belast wordt, dan zakt het helemaal in ook waarschijnlijk. Dus, wat gaan we doen? We gaan eerst hieronder gaan we een grotere buis inzetten. Kijk, want als
deze hoeken zo moeten bewegen natuurlijk. Dan moet die onderste buis die moet worden getorst. Nou, daar kunnen we makkelijk een groter in zetten. Dan vangen we al een heleboel op, denken we. Schitterende lagers. Maar dit zijn geen gewone kogellagers, dit zijn hoekcontactlagers. Omdat die natuurlijk niet alleen de radiale belasting op moeten vangen, maar ook axiaal natuurlijk. Want als ze op een helling rijden schuin of schuiven ergens tegen een heuveltje aan, dan komt natuurlijk zijlinks belasting op het wiel. Je moet de lager ook op kunnen vangen. Deze buis sluit de lagers aan de binnenkant op. Die komt tussen de twee lagers in te zitten. Ja, de wielophanging is klaar. Moet je kijken man, wat een bodemvrijheid. Meer dan 60 centimeter hierachter. Dat is toch wel serieus. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit ding het dadelijk doet in het terrein. Maar voor het zover is, moeten we nog wel een paar dingetjes doen. We moeten hier de eindvertraging nog verder afwerken. Dus de steekassen maken. Daar een klein tandwieltje. We hebben natuurlijk ook nog remmen nodig. Dus die moeten er ook nog op. Maar we hopen dat volgende week toch helemaal klaar te kunnen maken. En dan... kunnen we voorzichtig de eerste keer maar rijden. Dus, hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende.